We gaan op zoek naar de mysterieuze kerktoren. Nou ja, we gaan er niet naar op zoek, want ik weet waar het is. Maar ik ga kijken wat het... Er lopen hier allemaal van die gekke cultistfiguren. Wat zijn het? Ik weet het niet. Het zijn vreemde wezens. Daar glimt iets. Maar wat? Een boek staat hier met een geest ernaast. Touch three phantom crests. Ja, dit is er één. Oké. Touch three phantom crests. Mirage rise. Daar is een phantom crest, daar is ook een vijand. Er spant hier een spook. Er spant hier twee spoken. Die kan ik niet hitten blijkbaar. Dat is op zich logisch, aangezien het spook is. Ook kan hem wel hitten. Ik sloeg gewoon mis. Zichzelf gekild. Oh, er komt weer een achter mij. Ik sla te hoog. Even voorzichtig zijn. Ik wil niet... Hier onnodig weer sneuvelen. Hij gooit weer met vuurflesjes. Er komt er weer een bij. Weer een dood. Een beetje voorzichtig doen. Die is ook dood. Er is er nog een bijgekomen. Komen deze gewoon oneindig, is dat het? Lijkt het wel op. Ja, dan lijkt het inderdaad op. Touch three phantom crests. Ja, hier. Oh, ik zit vast. Kijk, want hier is nog zo'n phantom crest. Dit is niet wat ik wilde doen. Ik wilde afstappen en die phantom crest pakken. Ze gaan dood als ik de Phantom Crest pak. Oké, dan was dit twee van de drie. Dan zoek ik er nog één. Touch three Phantom Crest. Hier is het boek waar stond Touch three Phantom Crest. Ik heb er nu twee aangeraakt. Getouched. Kan hier nog naar boven. Daar hebben we ook niet zoveel aan. Ik zoek de derde Phantom Crest. Misschien naar deze kant. Lopen weer van die beesten. Het lijkt me toch dat Find Three Phantom Crests, dat het wel... een beetje in dezelfde buurt zit allemaal. Kijk, want hier heb je al die blauwe bloemen. Dat betekent dat hier iets magisch aan de hand is. Ik heb nu twee van die dingen gepakt. Waar is de derde? Hier zit zo'n beest. Die bewaakt ook een item.
Hij schiet met kots. Rare beestjes. Ik zei het net ook al dat het een raar beest was. Dus rook. Er zit ook een rookmeter onder mijn hoofd ineens. Ik denk niet dat ik in die rook moet lopen. Ik denk wel dat hij dood is. Hij bewaakte deze item. Mikella's Lily. Dat was een paarse item. Paarse items zijn doorgaans relevante items. Hier lopen nog meer van die beesten. Ik zoek nog zo'n crest. Ik wil ook niet te ver weglopen, denk ik, maar ik loop nu toch aardig ver weg. Die andere twee crests, die gaven ook echt heel veel licht. Dus daarom verbaast het me eigenlijk dat ik die derde nog niet zie. Want hier staat het boek. Ik heb er twee. Moet ik dan toch hier omhoog? Voor die derde, staat het? Nee, ik kan hier nog verder jumpen. Is dat een wolf? Sla ik in één klap dood. Ik kan hier nog verder jumpen. Dan kom ik gewoon bovenuit. Het is niet wat ik zoek. Schaap. Er staan weer een paar soldaten. Nee, daar ben ik helemaal weg. Nou ben ik helemaal weg. Oké, ik heb daar damage van gepakt. Falling damage. Hier zijn ook weer van die beesten die een item bewaken. Zal het dan weer een Mikella's Lily zijn? Ik weet het niet. Is dat nog zo'n beest? Een gekke beest hoor. Maar waar is dan die laatste seal? Ziel was niet het woord. Hier is een brug. Naar niks. Er ligt een item onder de brug. Hefty beast bone. Daar zijn kwallen. Hier geeft iets licht. We zijn bij een earth tree. Maar dat is niet wat ik zoek. Dat is niet wat ik zoek. Ik zocht die... God, ik kan er weer niet op het woord komen. Die blauwe dingen. Hé, hey, hier spant een spook. Die spande net bij die dingen. Zou dat betekenen dat hier dan weer zo'n ding in de buurt is? Hij spande daarboven, het spook. Dan moet ik waarschijnlijk daarboven zijn.
om dan die derde seal te vinden. Seal noemde ik het net. Dat was niet het woord van de game. Maar ik noemde dat seal. Ah nee, hier komen we weer in. Hier kom ik vandaan. Nee, ik zit hier niet goed. Ik zit hier niet goed. Ik ben een beetje de weg kwijt. Nou, ik ben niet de weg kwijt. Ik kan gewoon die ziel niet vinden. Kijk, hier staat een spookje. Die spookjes spannen bij die seals. Maar waarom spant hij hier? Ik zie hier geen seal. Hier zijn we van die gekke beesten. Die heb ik net cultists genoemd. Daar staat het boek. Kijk, en dat boek las net voor. Of ik las het boek. Touch 3 Phantom Crest. Dat woord Crest. Ik heb er dus 2 al gevonden. En waar is dan die derde? Phantom Crest. Hier was de tweede. Als het te lang duurt, dan ga ik het gewoon opgeven. Ik bedoel, het is voor de content is het niet leuk als ik een beetje rondloop en niks vind natuurlijk. Phantom Crest. Er zit iemand. Oh, het zijn soldaten, vijanden. Het zijn ook vijanden. Ja, ik zie hier vooral vijanden, maar ik zie hier geen Phantom Crest. Dan ben ik bang. Dat ik dan toch maar verder ga lopen. Daarboven is een ruïne. Kan ik daar dan veilig komen? Hier zie ik ook niks. Hier zitten we in het water. Daar is een jump voor mijn paard. Die gekke snotbeesten in het water. Kan ik hier op die jump komen? Ik denk het wel. Ja. Kijk, oh, dan kom ik in één keer op de brug. Hier staat iemand. Is er een vijand? Nee. Praat niet, hij is een zonnebloem. Ik sla hem en hij valt uit elkaar. Oké. Dat is vreemd. Hier zijn die molens dan. Dat is een kapot standbeeld. Zijn mensen aan het dansen bij die molen? Wat is hier aan de hand, joh, in dit rare land? Ja, die lui zijn aan het dansen. Dat zijn vijanden. Dat zijn allemaal vrouwen ook.
vast, ik zit vast, ik zit vast. Ren weg. Oh, die beesten ontploffen uit zichzelf. Gekke zelfmoord, gasten hier. Bijzondere combat tactieken. Navy hood, Nobles traveling garb, Nobles een hele armor set. Er lag hier een hele armor set. Twinned Knight Swords. Okay. East Windmill. Geen save point bij deze East Windmill. Even kijken wat dit voor armor set is dan. Twinned Knight Swords. Die kan ik niet aan. Nee. En die armor set dan? Navy hood. Oh, het is echt een stealth setje of zo, lijkt het wel. Ruler's robe. Noble traveling garb. Oh nee, het... Nobles gloves. En het weegt net zoveel als wat ik nu heb. En het geeft wat meer resistance. Maar verder is het allemaal niet zo heel spannend. Cerulean Tear Scarab is ook een helm. Nee, dit is dan toch wel beter. Oké, maar die molen aan zich, die doet dus niks. Die gasten waren allemaal vrolijk aan het dansen en ik ben gewoon erin gerend om iedereen dood te slaan. Is dat bij al die molens zo? Dansende figuren die zichzelf opblazen? Nee, dit zijn beesten. Maar ook geen save points. Dat is de Capital City, waar de Earth Tree te vinden is. Daar is een save point, althans hier brandt licht. Dominula, Windmill Village. Ja, daar staan al die dingen te dansen. Oh, ik neem een potion in, dat wilde ik niet. Je luistert naar me te dansen, wat is hier dan? Daar hangt ook zo'n slinger aan de muur. Ik denk dat hier iets aan de hand is. Dominula Windmill Village. Als ik hier gewoon loop, word ik dan ook aangevallen? Nee, ze zijn neutraal. Kijk, die lui wel vrolijk zijn, joh. Deze is moe. Waar gaat dit naartoe? Dit gaat hier naar boven. Staan ze ook te dansen? Oh, die worden boos. Die worden boos. Ik word hier geambushed. Hier wordt iets aanbeden. De muziek wordt onheilspellend. Oh, Godskin Apostel. Dat lijkt een mini-boss te zijn. Godskin Apostel.
Dominula. Al die mensen zijn onder invloed van deze apostel. Krijgt hier al een bloodlos hit. Lekker. Ontplofspreuken. Au, slaat mijn hart. Slaat mijn kwal ook hard. Slaat daarna mij weer hard. Hij zakt in elkaar. Hij slaat mij dood. Twee klappen. Oh, dit is zonde. Dit is zonde. Deze Godskin apostel. Ja, die moet ik gewoon even aanpakken. Godskin apostel. Dominula Windmill Village. Ja, dit kan te paard. Ik kan mijn kwal summonen. Vaak is dat al teken genoeg. Hè? Als je je kwal kan summonen. Dat betekent het vaak al dat er een bos in de buurt is. Waar is mijn verloren XP? Ik zie mijn verloren XP niet. Oh, daar, in de bosjes. Hier zo. Hier zo. Raap op dan. Ja, heel goed. Hij slaat hard. Hij slaat hard. Godskin apostel slaat hard. Maar ik sla ook hard. Hier, hij zakt in elkaar. Normaal gesproken zou ik dan een critical hit kunnen doen, maar ja, niet als ik... Oh, hij doet iets geks. Hij doet iets heel geks. Wat doet hij nou? Hij doet een bijzondere magische aanval, kijk eens. Hij doet een hele bijzondere magische aanval. Waardoor heel veel dingen ontploffen om hem heen. Vast, ik zit vast. Mijn kwal is gesneuveld. Hij maakt zijn lichaam weer vier keer zo groot. Hij maakt weer zijn lichaam vier keer zo groot. Hij heeft bijzondere combat technieken. Oh, ik zit klem. Au. Even healen. Ik denk als ik zo nog een bloodlos hit doe dat ik hem heb. Kijk, dat was hem. Godskin apostel. Enemy veld. Godskin peeler. Scouring black flame. Ik krijg er ook een save point van. Godskin apostel. Hoe heet deze save point dan? Doen die molens verder nog wat? Windmill Heights. Ja, heb ik nog een level up voor gekregen? Ja, ook nog. Meer strength. Kom maar op. Maak hier even een checkpointje van. Dat ik de Godskin Apostel verslagen heb. In Dominula Windmill Village. Ja, East Windmill. Dominula Windmill Village. Ja, dan ga ik daarna toch maar weer een beetje hier naar links. Hier. Dit kasteeltje, daar wil ik wel heen. Het is daar groen, vredig, ziet het eruit. Ja, daar ga ik de volgende keer naartoe. We maken hier in elk geval weer een checkpoint. Dominula Windmill Village. En dan zie ik jullie graag weer in het volgende deel. Bedankt voor het kijken hiernaar. En graag tot dan. Joejoe!